We zouden nog even. Goed. Ja, vind hem leuk. Ja. Goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag. We hebben lekker geslapen. We gaan nu het ontbijt eens testen. En daarna laat ik jullie nog een kleine tour van de kamer zien. En is die score van de 6,6 wel terecht? Heerlijk. Cappuccino. Nou, we hebben weer lekker gegeten hoor. De opmerkingen die wij lazen op internet over een karig ontbijt, die spreken wij toch echt wel tegen. Of die mensen die hebben gewoon 5 soorten broden en eieren en beleg, alles gewoon thuis liggen. Dan snap ik het. Maar ik denk dat voor een normaal iemand het zeker niet karig was, hè? Nee, wij zijn zeker heel normaal. We zouden nog even. Goed. Ja, vind hem leuk. Ja. We zouden nog even terugkomen over de reviews die wij op internet lazen over dit hotel. En deels ben ik het ermee eens. Heel op zaken ook weer niet. We lazen. Zo lazen wij bijvoorbeeld op internet dat het naar urine stonk of heel muf en dat soort zaken. Nou, dat hebben wij niet ervaren in ieder geval. Niet in de kamer waar wij zaten, nummertje 72. Maar waar het ons wel opviel is het hygiëne stukje. En dat laat ik dus nu aan jullie zien. Zo hangen er dus diverse stofnesten. Dit is er één. En ik weet niet of ik het kan laten zien, maar daar hangt er eentje. En dan gaan we even naar de afwerking in de badkamer. Als je gewoon naar de plafonds kijkt, dan zie je dus gewoon dat het loskomt. Volgens mij moeten ze nog wel iets met het hout doen. Er zitten allemaal vlekken op. En dan gaan we naar de badkamer zelf toe. En je kijkt naar het bad, dan zie je daar dus ook vlekken zitten. Een of ander putje, beschadigd. Ja, dat ziet er niet echt super schoon uit, zullen we maar zeggen. En dan heb ik het nu over de verkleuring hier in de tegels. In de hoek. Wat schimmel. Dus ja, op dat punt vind ik inderdaad dat het niet te voldoende hoort te scoren. Maar ja, overal. Wat vind jij? Ja. Wat zou jij het voor een cijfer geven? Ik denk 6,5. 6,5. Ja, ja. Ik denk dat die 6,6 gemiddeld wel aardig in de buurt komt. Ja. Maar ja, op Soever stond zelfs 5,2. Dat vind ik dan weer niet. Nee, maar ja, puur op hygiënisch punt scoort het inderdaad niet zo goed. Het ziet er allemaal wat agnebbers uit. Kan zeker wel een opknopbeurt gebruiken. Maar hebben we lekker geslapen? Nou, dat wel. Ja, de bedden waren echt verrassend goed. Ja, hè? Ja. Wat ons ook opviel is dat de verwarming bijvoorbeeld dus niet uitgezet kan worden. Die staat altijd te loeien. En je kan hem wel opendraaien en dan wordt hij nog warmer. Maar ook het helemaal dichtdraaien betekent gewoon dat het hier ook altijd warm is. We zitten hier nu gelukkig op een lentachtige dag. Dus is het heel aangenaam hier in de kamer. Maar het lijkt me niet echt lekker als je hier in de zomer zou zitten en je die verwarming dus niet uit kan zetten. Dus ik ben heel benieuwd of dat inderdaad nog opgelost gaat worden. Wij hebben in ieder geval een goede nachtrust gehad en dat vind ik altijd het belangrijkste. De bedden waren voor ons gevoel gewoon schoon. Het is puur die afwerking. Even met een plumo overal goed langs. Het schilderwerk wat even opgepakt moet worden. En natuurlijk even met een HG schimmelreiniger of zo even die verkleuring in de badkamer opruimen en schoonmaken. Ik denk dat je daar al heel erg veel mee binnenhaalt. Dus misschien een tipje voor de Fletcher Hotel van Beekbergen Apeldoorn om dat zeker op te gaan pakken. Ja, voor de rest. We hebben ons goed vermaakt. We hebben zelfs gewoon een balkonnetje hier ook. Nou, dat is op zich wel lekker als het heel mooi weer zou zijn. We zitten pal bij de snelweg. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Je hoort daar helemaal niks van overigens in de kamer zelf. Wij gaan dadelijk eens uitchecken en nog even gebruik maken van de poeltafel die er staat. Want dat is wel iets wat we altijd overal willen doen als we ergens zijn. En er staat zo'n tafel. Om daarna na te gaan denken wat we vandaag nog kunnen doen. Want heel Nederland zit bijna op slot. Dus er is niks open. Je kan nergens naartoe om even een uitstapje te maken. We hebben gisteren natuurlijk die wandeling gemaakt bij de Hoge Veluwe. Was echt super lekker met het mooie weer. Maar ik denk dat we niet zoveel kunnen doen voor de rest van vandaag. Zoals beloofd. Poelen. Die is leuk neergezet. Helemaal.
Oh, dat is jammer dat die dan net niet erin valt. Ik stond voor. Met een nadruk op stond. Oh, bijna. Nou, diegene moet ook wel kunnen. Laat eens even zien wat je kan. Komt ie. Kijk. Ja, nou je weet het nooit. Kijk eens. Gaat zo. Ah. Gewonnen. We staan gelijk, dus we gaan nog 2 potjes spelen. We moeten de tijd doden, want we kunnen nergens meer heen. Alles is gesloten. Het hotel gaat inderdaad ook vandaag dicht. Het is even onszelf bezighouden. Dus we gaan nog een potje poelen. We hebben lekker wat drinken besteld. Dat kon gelukkig allemaal nog. Dus wij vermaken ons wel. Toekomstige Dennis hier, helemaal vergeten te filmen, maar ik heb gewonnen. Ja, ja, het was close, maar uiteindelijk heb ik de laatste pot gewonnen, waardoor ik dus van de 4 potjes de meeste had. Om het al hebben we met deze mystery hotel booking toch wel een leuk hotel gevonden. We hebben lekker gewandeld gisteren natuurlijk in de Hoge Veluwe. We hebben gisteren goed geslapen, goed gegeten vooral. Het diner was supergoed. We hebben uiteindelijk nog €30 bij moeten betalen met alle extra toeslagen op die op de maaltijden zaten. Als we dat gaan omrekenen hebben we nog steeds iets van €35 volgens mij per persoon betaald voor een 3-gangen diner. En het was veel. Het was echt veel. We hebben het toetje niet eens meer op kunnen krijgen. Dus wat dat betreft, zeker positief. Kamer, je laat wat te wensen over op hygiëne. Maar goed, misschien dat ze het kunnen oppakken als ze deze vlog ook onder ogen krijgen. Om toch die gemiddelde cijfers omhoog te halen. Want anders denk ik dat het een beetje moeilijk gaat worden. En hygiëne speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Vooral nu ook het hele corona gebeuren. Wat mij wel opviel trouwens bij het ontbijt vanmorgen, was dat het personeel dus helemaal geen handschoenen droeg om zichzelf te beschermen. Ook waren de broden en dat soort zaken, lag allemaal met een mes. Dus iedereen raakte dat aan. De koffiezetapparaten, had je geen suikerklontjes of zo. Of een zakje waar je pakte om suiker erin te doen. Maar moest je met een lepeltje gewoon uit het potje scheppen. Het lepeltje raakte ook iedereen aan. Dus wat dat betreft, als we puur naar het coronavirus gaan kijken, vind ik dat ze hier nog wel achterlopen. Ik heb begrepen van het hotel dat ze gaan sluiten. Dus vandaag is de laatste dag. Daarna gaan ze een week lang in ieder geval dicht. Vanwege het corona gebeuren. Dus we waren een van de laatste hier die hier aanwezig waren dit weekend. Ja, het is nogal wat, hè, dat hele coronavirus. Ook voor ons heeft dat gevolgen, want de uitstapjes die wij gepland hadden staan voor de komende weken, die gaan dus ook allemaal niet door. Dus we gaan kijken of we daar weer hele andere nieuwe vlogs voor jullie voor kunnen maken. De keuken, die wordt natuurlijk volgende week bij ons uitgebouwd. Dus dat zullen jullie ook in de volgende vlog gaan zien. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En daarna begint het sloopwerk, het eruit halen van de tegelvloer. Dus we kunnen nog genoeg content voor jullie gaan blijven maken. Dus ben je nog niet geabonneerd? Zeker even doen, hè? Hieronder, op die knop. Druk op die rode abonneerknop. En vergeet dat belletje ook niet aan te klikken. Laat die blauwe duim achter. Ik ga deze vlog nu afsluiten. Dus tot de volgende vlog. Doei!